Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly. Deze keer beter na Bataclan. Van fysiotherapeut tot inspirator. Hier is Ferry Zandvliet. Ja, een terroristische aanslag overleven en dan transformeren in de beste versie van jezelf. Kan dat? Volgens mij is het mij gelukt. En ik ga jullie vertellen hoe ik dat gedaan heb. Maar het heeft allemaal met een bepaalde mindset te maken, door welke bril je naar de wereld kijkt. We gaan even een stukje terug in de tijd. Even terug naar 2015. Dus deze week precies 5 jaar geleden. Ik ging met deze 3 jongens een weekendje naar Parijs. We gingen voor een concert van onze favoriete band, de Eagles of Death Metal. En wij doen het wel vaker als vriendengroep. Stukjes reizen, vaak met aanleidingen en muziek. En wat je hier ziet is vaak het leukste stukje, vind ik, van de reis. Lekker met je vrienden in de auto, wat harde muziek op en lekker meeblerren. We kwamen rond een uurtje of 5 aan in Parijs en we waren best wel laat. Dus we hebben onze tassen snel in het hotel gegooid en zijn gelijk de stad ingedoken om even goed in te drinken. We gingen naar een rockconcert en ik vind daar hoort gewoon veel bier bij. En daar zijn we het alle 4 over eens. Dus we hebben goed ingedronken en rond een uurtje of 7:30, 8 kwamen we aan in de concertzaal in de Bataclan. Inmiddels is het een wereldberoemd pand. Ik had er nog nooit van gehoord, buiten dat het op mijn concertkaartje stond. En van binnen deed me een beetje denken aan de Paradiso in Amsterdam. Je hebt dat beeld een beetje in je hoofd, die grote. Wat typisch Frans, heel veel rood, heel veel rode gordijnen. Een grote dansvloer met 2 etages met zitplaatsen. Ongeveer 1200 man konden erin. We komen binnen en we zoeken een plekje in de zaal. Het is al wel behoorlijk druk. Op een gegeven moment hebben we een plekje gevonden van waar we het concert willen bekijken. En als het concert start, is het echt een fantastische avond. De band speelt een fantastische show. Want ik weet niet of jullie de muziek kennen van deze band. Het klinkt behoorlijk heftig, maar de Eagles of Death Metal, het is geen death metal. Het is redelijk relaxte rock'n'roll muziek. Ga het maar eens googlen. Ik denk dat de meesten het nog wel leuk vinden ook. Leuker dan dat je denkt. Ze hebben 1 nummer, dat is wel een wat harder en sneller nummer. Dat heet Kiss the Devil. Die avond gaan ze dat ook spelen. En dat is zo'n nummer met hele harde gitaarpartijen en rockende haren. En wat je op rockconcerten vaak ziet, is dat mensen dan een moshpit gaan bouwen. Ik weet niet of je daar wel eens in hebt gestaan, maar dat is, vind ik ook gaaf, mis ik ook nu. Zo'n krioelende mensenmassa waar iedereen rondjes rent en elkaar wegduwt. Mijn vrienden, Bob, Frank en Dexter, die duiken die moshpit in. Ik blijf een beetje aan de zijkant staan, voor mij hoeft dat allemaal niet. En ik zie dat ze losgaan, ik zie ze rondjes rennen en er vliegt wat bier door de lucht. Maar plots slaat de sfeer helemaal om. En wat begon als een feestje, eindigt in een nachtmerrie. Als er 3 IS-terroristen de zaal binnendringen en met Kalashnikovs beginnen te schieten. En secondes, minuten nadat ik nog een biertje aan het drinken was en het leven 1 groot feestje was, zie ik mensen om me heen geraakt worden door kogels. Ik zie mensen op slag dood zijn. Ik weet zelf 100% zeker op dat moment, mijn brein, mijn instinct vertelde me dat, jij gaat dood hier zo. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n heftige, echte emotie gehad. Maar ik wist zeker, hier op die vloer in Parijs, die stad waar ik al 20 jaar niet ben geweest, dit zijn mijn laatste minuten. Die zijn nu aangebroken. Jullie kunnen gelukkig allemaal zien tot mijn brein en ik het bij het verkeerde eind hadden. Ik heb het wel overleefd. Ik ben de concertzaal, ben ik kruipend op handen en knieën heb ik die verlaten, omdat er nog steeds geschoten werd. Dat is mijn naaste herinnering aan heel die avond. Ik kruip over mensen heen die al niet meer leven, mensen die gewond zijn. Ik zit heel snel onder het bloed van andere mensen. Maar goed, ik kan ontsnappen en mijn 3 andere vrienden ook. Ik ben ze verloren in de hectiek, maar we hebben het alle 4 godzijdank overleefd. En dan ben je buiten. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet. Ik ren door de straten van Parijs, zo ver mogelijk bij die concertzaal vandaan. Ik heb me nog nooit zo hulpeloos gevoeld als op dat moment. Ik had geen jas aan, het was hartstikke koud. Ik zat helemaal onder het bloed van andere mensen. Paniek overal op straat, want er waren meerdere aanslagen in Parijs die nacht. Dan zie ik in de verte een bar waar het heel druk is en wat lichtjes schijnen er. En ik heb zoiets van, daar moet ik naar binnen. En die bar ren ik in. En het is eigenlijk in die bar tot ik met het allermooiste van de mensheid word geconfronteerd. Als ik even met een roze bril naar deze avond kijk, zijn er ook mooie dingen in te ontdekken. Je kan dus met een roze bril kan je naar alle tegenslagen in het leven kijken. Dat heb ik geleerd, maar daar ga ik zo nog iets meer over vertellen. Want deze vrouw, links op de foto, haar naam is Veronique. Zij ontfermde zich over mij als een soort moeder. Zij zei, kom mee naar mijn huis, dan kan je even op adem komen. En ik ga voor je zorgen. Ik ging met haar mee naar haar huis. Ze legde mij op de bank neer met een dekentje en een kopje thee. Ze vroeg of ik iets wilde drinken, of ik wat wilde eten, of ik even wilde douchen om het bloed van mijn lijf af te spoelen. Ze zei ook tegen mij, en dat was al het meest belangrijke op dat moment, het is oké als je huilt.
Want ik zat mijn tranen best wel in te houden. Ik ben niet iemand die heel snel zijn emoties laat zien. En al helemaal niet bij wildvreemden thuis. Maar mijn tranen heb ik laten gaan daar. Toen ik erachter kwam dat alle drie mijn vrienden het overleefd hadden. Dat heeft een tijdje geduurd voordat ik erachter kwam. Nou, toen heb ik echt zitten brullen. Samen met deze mensen. Ontzettend mooie ervaring. Ik heb heel de nacht bij hun doorgebracht op de bank. Bij Veronique en haar man die ook op de foto staat. En hun dochtertje Swan. En zij werden eigenlijk familie van mij die avond. Zoals Veronique voor mij zorgde, dat was ontzettend moederlijk. En de volgende ochtend word ik pas herenigd met mijn vier vrienden in de hotellobby van het hotel waar we eigenlijk hadden moeten slapen. En toen ik afscheid nam van Veronique, dat moment vergeet ik ook nooit meer. Dat was op straat in Parijs. Nou, toen heb ik echt de meest moederlijke knuffel ooit gekregen van haar. Bijna een soort moeder-zoon momentje. We stonden daar even op straat, even te huilen met z'n tweeën. En ze zei ook, ik hoop dat je snel weer langskomt. En toen ik thuis kwam in Nederland die avond, tot ik een berichtje van Veronique, waarin ze me had verteld dat ze me heel erg miste. Ondanks dat we maar een nacht samen hadden doorgebracht, maar we hadden natuurlijk zo'n heftig, intense nacht meegemaakt. Ze had ook een aanslag meegemaakt. Ik heb daardoor ook geleerd, wat jij meemaakt, doet ook iets met mensen om je heen. Ze zei ook, we missen je, we hopen dat je snel weer thuis komt en we houden van je. Deze mensen die ik pas één dag kende. En wat zij liet zien, dat vertellen wat mensen voor je betekenen, andere mensen helpen, je kwetsbaar opstellen, dat was iets dat niet heel natuurlijk in mijn karakter zat. En dat zij dat zo makkelijk liet zien, ja, dat heeft heel veel met mij gedaan. En daar vertel ik zo nog ietsjes meer over. Even iets anders. Dit is een van de jongens die op mij stond te schieten die avond. Zijn naam is Sammy Amimour en ik heb me een beetje verdiept in zijn verhaal. En het zat anders in elkaar dan dat ik dacht. Ik dacht, alle terroristen komen uit Molenbeek of uit slechte milieus in ieder geval. Maar deze jongen groeit op in een heel vrij en liberaal moslimgezin. Zijn moeder is fanatiek feministe en zijn vader is een filmmaker die meer dan 5 talen spreekt. Van hem ook echt een wereldburger maakt. Hij heeft heel de wereld gezien op vakantie met zijn ouders samen. Maar toch verandert hij als hij een jaar of 25 wordt. Zijn baard laat hij staan, begint een djellaba te dragen. En hij gaat met verkeerde jongens komt hij in contact. Zijn ouders zien van dichtbij gebeuren tot er iets mis is met hun zoon. Hij is aan het veranderen. Even de korte versie, want ik kan een hele presentatie over Sammy vullen tegenwoordig. Maar Sammy radicaliseert. Hij vlucht het land uit naar Syrië en sluit zich aan bij IS. Sammy staat ook die avond tegenover mij in de Bataclan. Ik heb hem gezien. Ik heb hem recht in zijn ogen aangekeken. Ik zag zijn foto. Ik zei gelijk, die jongen die heb ik gezien die nacht. Kan je die ouders kwalijk nemen? Dat hij al die mensen heeft doodgeschoten. Dat hij die aanslag heeft gepleegd. Ik vind persoonlijk van niet. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik kan tegenwoordig een presentatie vullen over deze jongen. En sommige mensen zullen weten hoe dat komt. Ik ben namelijk een tijdje terug bij hem thuis geweest. Heb ik zijn familie ontmoet. En met name zijn vader heb ik een heel mooi en lang gesprek mee gehad. Ontzettend inspirerende man. Want deze man is een kind kwijtgeraakt. Er is niks ergers dan je kind kwijtraken. Ik heb nog geen kinderen. Ik verwacht in december mijn eerste dochtertje. Maar je kind kwijtraken, dat is voor mij het allerergste dat er is. Maar hij heeft ook nog een kleinkind dat hij niet ziet. Want hij is die week dat zijn zoon doodgeschoten werd door een politieagent, is hij ook nog opa geworden. Zijn zoon had een hoogzwangere vrouw in Syrië zitten. En je zou denken voor deze man genoeg ingrediënten om in de slachtofferrol te kruipen. Of om heel erg boos te worden op de wereld. Maar het tegendeel is waar. Azdin Amimour, dat is zijn naam, die is een lotgenotengroep gestart voor families van jihadisten. Om die samen te brengen, zodat ze hun ervaringen kunnen uitwisselen en steun hebben aan elkaar. Dat zijn vaak zoons die ze zijn verloren aan radicalisatie. Maar ook wil hij graag dat de wereld leert van het verhaal van zijn zoon, van Sammy. Omdat hij zijn zoon niet als terrorist heeft opgevoed en Sammy is niet als een slecht mens geboren. Zo van, leer van dit verhaal. Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Iedere journalist staat hier te woord om dat verhaal maar te vertellen. Die ontmoeting met Azdin die is gedocumenteerd in een documentaire van Jessica Valerius. En toen dat uitgezonden werd, toen heb ik heel veel haat op me afgevuurd gekregen. Zelfs doodsbedreigingen via de social media kanalen in Nederland. Ik ervaarde vooral heel veel boosheid in de maatschappij. En ik herkende mezelf er wel een heel klein beetje in. Ik was ook best wel boos op dat moment. Dat is eigenlijk na die aanslag, want mijn hele leven lag overhoop. Ik had een aanslag overleefd, mijn relatie ging uit. Ik kwam in een arbeidsconflict terecht. Het was ook een beetje de persoon die ik was vroeger. Als ik tegenslagen had in mijn leven, dan wist ik één ding zeker. Het ligt niet aan mij. Ik gaf altijd mijn omgeving de schuld. Ik was zo iemand die nooit in de spiegel kon kijken. Een goede maat van me zei een tijdje terug, jij was echt een oude zeikert. En dat was ook echt zo. Ik kroop altijd in de slachtofferrol. Ik vond mezelf altijd heel erg zielig. Maar ik merkte na Parijs, en mijn omgeving begon dat ook op te vallen, dat er iets veranderd was in mijn karakter. Ik voelde het echt. Ik maakte me gewoon niet meer druk om dingen.
En ik denk dat dat komt dat ik mensen doodgeschoten heb zien worden tijdens een avondje stappen. Daar krijg je gewoon een soort bullshit filter van. Maar het grappige is, ik voelde dus ook echt in mijn DNA dat ik aan het veranderen was. En mijn omgeving zei ook tegen me, je bent echt een stuk liever. Er is echt iets anders aan je. En ik voelde het ook. En ik wist niet precies wat het nou was wat ik voelde, maar ik wilde het wel vasthouden. Want ik zag mijn omgeving ook veranderen. En dat is wel grappig. Want daardoor heb ik ook geleerd dat wat je geeft, krijg je ook vaak terug. En dat is natuurlijk een beetje cliché. Maar je omgeving is vaak ook een spiegel van wie jij bent. Ik had vroeger namelijk heel veel oude zeikerts om me heen. Want zo werkt het namelijk ook. Gelijkgestemden trekken elkaar aan. En ik was iemand die altijd boos werd, maar ik was me er niet van bewust dat ik dat altijd deed. En dat is best wel een gevaarlijke combinatie. Dan ben je mensen echt bij je vandaan aan het drijven. Dus ik wil ook echt aan jullie vragen, kijk eens een keertje kritisch naar jezelf in de spiegel. Hoe ziet je sociale omgeving er nou uit? Ben je omringd met mensen die heel veel klagen, heel veel zeuren? Dan is de kans best wel groot dat dat ook een heel groot onderdeel van jouw karakter is. En ik vind het jammer dat ik een terroristische aanslag heb moeten overleven om dat stukje te snappen. En mocht je nou ook iemand zijn die heel snel boos wordt of heel snel in de slachtofferrol kruipt of heel snel roddelt over mensen, dat maakt je geen slecht mens, want ik vind mezelf ook echt geen slecht mens, degene die ik vroeger was. Maar het zijn wel hele slechte eigenschappen die je blokkeren in het leven, die je niet verder helpen en die je soms ook echt in de problemen kunnen brengen. Het mooiste cadeautje dat ik nog heb gekregen in dit alles is dat Veronique liet zien hoe waardevol het is als je zegt wat iemand voor je betekent. Ik ben ook naar mensen om me heen gaan vertellen wat zij voor mij betekenen. En dan zijn dat mensen geweest die het nooit hadden gehoord, maar die het al lang had moeten vertellen. Je kent dat wel, zo iemand die je vroeger heeft geholpen of waar je nooit ik hou van je tegen zegt. En dat is misschien wel het mooiste cadeau dat ik mezelf heb gekregen en wat ik eigenlijk van Veronique heb gehad. Die nieuwe mindset, dat door een roze bril naar het leven kijken, dat komt echt door Veronique. Die heeft me dat gegeven. Op alle vlakken in mijn leven heb ik dit ingezet. Ik ben echt mijn hart gaan volgen. Ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind. Ik was fysiotherapeut en dat vond ik ook leuk. Maar het allerleukste vind ik op een podium staan en mensen inspireren. En ik wist niet dat ik dit kon. Ik was zo iemand die vroeger op school zei, ik kan niet voor groepen spreken. En dan af en toe werd ik naar voren geschoven door mijn groepje op school om onvoorbereid de resultaten van een onderzoek eruit te persen met een trillend stemmetje. Herkenbaar denk ik, doe wat je leuk vindt. En heb focus. En nu ik doe wat ik leuk vind, wat ik het allerleukste vind om te doen, gaat het ook zoveel beter. Ik reis, het is een beetje opschepperig nu aan het worden, maar heel de wereld over om dit verhaal te vertellen. Het leukste werk dat ik ooit van mijn leven heb gehad. En dat allemaal door die vreselijke stapavond in Parijs. Dus ook even aan het publiek, doe alsjeblieft waar je blij van wordt. En niet omdat je denkt dat het status op gaat leveren of dat je er heel rijk mee gaat worden. Motivaties waardoor ik vroeger ook wel eens aan studies ben begonnen en na 2 weken weer ben afgehaakt, omdat ik het gewoon niet echt voelde. Zoveel dromen zijn uitgekomen de afgelopen jaren. Dat reizen en werken. Ik heb voor de Verenigde Naties gesproken, op Lowlands gestaan. Ik wil toch allemaal even noemen dat dit uit zo'n heftige ervaringen is gekomen. En er zitten ook wel heftige kanten aan mijn verhaal. Ik heb PTSS opgelopen. Dat was een vreselijk drama. Daar ga ik jullie niet mee vermoeien. We hebben allemaal tegenslagen in het leven. Daar moet je mee dealen. En je mag even boos zijn. Boosheid heeft ook een functie. Maar je moet er niet als ik in blijven hangen en een zuur mannetje van worden. Ik vind het mooi hoe ze in Azië tegen tegenslagen aankijken. Daar gebruiken ze dit traditionele kommetje als metafoor. Het is een theekommetje uit Japan. Dat is gevallen. Dat zetten ze weer in elkaar met iets dat glimt. En dit vinden ze mooier dan het origineel. Want er zitten scheurtjes in. Het heeft een verhaal te vertellen. En ook bij mensen. Mensen met tegenslagen, die zijn gegroeid. Oude mensen, hun rimpels vertellen verhalen. Dit heeft iemand naar mij toegestuurd een tijdje geleden. Zo van, volgens mij is dit wat jij laat zien met je verhaal. Ik vond het mooi om dat te delen. Het post-traumatic growth, posttraumatische groei, komt een beetje om de hoek kijken. Dat je ook kan groeien na een ellendige gebeurtenis. En dan ga ik afsluiten met deze foto met mijn 3 beste vrienden, Bob, Frank en Dexter. Omring je met dit soort mensen waar je positieve energie van krijgt. En filter die mensen die alleen maar die azijnpissers die alleen maar voor negatieve energie zorgen. Zo ben ik ook met deze ellende omgegaan. En ik wil jullie ook vragen, omdat ik het zeg, is met een roze bril naar de wereld te kijken. Want als je bewust door een roze bril kijkt, dan ga je dingen zien die er normaal niet waren. Of die er altijd al waren, maar waar je niet van bewust was. En ik zou ook willen dat jullie allemaal thuis de komende week 1 iemand uit gaan zoeken waar je tegen gaat zeggen wat diegene voor je betekent. En dat moet dan iemand zijn die nog nooit heeft gehoord van je, maar die het wel had moeten weten. Ik laat deze foto zien, omdat op deze foto 89 mensen staan. Dit is vlak voor de aanslag. Die niet de kans hebben om meer door een roze bril naar de wereld te kijken. Of mensen te vertellen wat ze voor ze betekenen. Die roze bril, dat is hoe ik tegenwoordig naar de wereld kijk. En ik zal nooit vergeten dat er na die 13 november 2015 in Parijs 131 mensen zijn die niet de kans hebben gekregen om dit verhaal na te vertellen. Maar ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.
Dankjewel.